Groot protest vanuit de evenementenbranche en het publiek tegen het coronabeleid, ook in Nijmegen. Duizenden demonstranten willen het kabinet oproepen festivals en evenementen weer open te stellen. Als we niet gehoord worden, ja, dan sluiten meer protesten niet uit. Wijkagenten gaan het gesprek aan met de bewoners van de probleemwijk Presikhaaf. We hebben elkaar nodig in de wijk. Geen corso-wagens, maar wel volop bloemen in Lichtenvoorde. Corso is met elkaar feest maken. De onvrede in de evenementensector neemt snel toe. De Grand Prix van vorige week was de olie op het vuur, omdat nagenoeg alle overheidsmaatregelen aan de laars werden gelapt. En daarom zijn er vandaag in verschillende steden protestacties onder de noemer Unmute Us. In Nijmegen kwamen er 3500 mensen op af. Als er in Nederland 70.000 man, en ik weet niet hoeveel te worden vandaag, het zou zomaar nog meer kunnen zijn, dat die moeten beter om een beetje aandacht. Jullie zeggen of die beter en wij zullen daar in ieder geval de komende tijd voor blijven knokken. Maar ik ben wel wat cynisch als je inderdaad ziet hoe het kabinet omgaat met kunst en cultuur, met de evenementensector. Ja, weet je, het lijkt wel alsof ze gewoon elke keer op de laatste plek komen. En dat moet wat mij betreft echt anders. Het was dagen stil vanuit Den Haag en uiteindelijk zijn wij toch wel benaderd voor een gesprek. Er is een gesprek geweest, alleen voor ons niet bevredigend. Er kwam eigenlijk geen concrete toezeggingen uit en dat was waar we wel voor in gesprek zijn gegaan. Dus zijn we genoodzaakt geweest om toch weer voor de tweede keer de straat op te gaan. We hebben anderhalf jaar lang dus op van allemaal manieren geprobeerd om maar iets te doen, om maar je hoofd boven water te houden. En iedere keer is het zo vermoeiend en je krijgt zoveel tegenslagen en we zijn gewoon heel erg moe. Wat we het liefste willen, gewoon direct open en in een veilige omgeving mensen samenbrengen. Nou ja, ik zou dat heel graag willen. En ik ga je niet zeggen dat over twee weken alles weer open is, want het moet gewoon op een veilige manier kunnen. En het is een bizarre tijd waar we in zitten. Maar in ieder geval dat perspectief, dat ze weten waar ze aan toe zijn, ja, dat verdienen ze hier echt. Als we niet gehoord worden, ja, dan sluiten meer protesten niet uit. Of het nu gaat om autobranden, steekpartijen of andere incidenten, de Arnhemse wijk Presikhaaf komt regelmatig negatief in het nieuws. De bereidheid om criminaliteit te melden is bovendien laag onder de bewoners. De wijkagenten doen dan ook hun best om meer met hen in contact te komen. Ja, op dit moment vind ik het slecht. Wat er allemaal gebeurt is niet reëel. Naast de zichtbare incidenten speelt er meer in Presikhaaf. Er gebeurt veel ook achter de voordeur. En dan heb ik het over huiselijk geweld, burenconflicten. Maar ook drugsoverlast. Er wordt ook aangegeven dat er vaak geduwd wordt op verschillende plekken. Van de week hebben we nog twee hennepkwekerijen opgerold. Wat we wel merken is dat de meldingsbereidheid zeg maar, in deze wijk bij de mensen toch wel laag is. Dus werd er deze week een touringcar ingezet om in contact te komen met de wijkbewoners. We hebben elkaar nodig in de wijk. Wij hebben de mensen nodig, want als de mensen niet melden, weten wij niet wat er speelt. Wij zijn er niet 24/7 en ook niet op elke plek in de wijk. Heeft u het gevoel dat de politie er voldoende bovenop zit? Soms niet. Ze wachten te lang. Je moet gelijk ingrijpen en je moet hard zijn. Het is de buurt van de bewoner zelf. De bewoner moet eigenlijk zelf ook opkomen. Het is niet alleen maar werk van gemeente of politie. Dat mis ik. Hoe komt dat over zo? Hoe ze hier staan en de mensen te woord staan? Goed. Ja, vind ik heel belangrijk. Ja, en dan veel vaker. Elk weekend. Voor de zoveelste keer is een auto in Doornenburg uit de bocht gevlogen. En weer op nagenoeg hetzelfde punt aan de Krakadel. De bocht in de provinciale weg N838 is voor veel buurtbewoners berucht. En daarom hopen zij dat er snel maatregelen worden getroffen. Rond 16:45 gistermiddag gebeurt het. Buurtbewoners horen een heleboel lawaai. Deze auto ligt in een greppel en een voorwiel 50 meter verder. Achter het stuur zit een jonge vrouw in paniek. Ze blijkt licht gewond. Op nog geen 100 meter van het ongeluk woont Mirjam met haar gezin. Ze weet ook dat het vaker raak is. Hier gebeuren heel veel ongelukken. Ze zeggen dat het nou 4 keer gebeurd is afgelopen jaar. Maar ik weet ook dat er auto's in de bocht vliegen en dat er een tractor komt. En dan wordt het eruit gehaald en dan wordt er gewoon geen melding natuurlijk gedaan. Dus gewoon regelmatig.
Een dag later lijkt de rust weer gekeerd. Mirjam weet dat het wachten is op het volgende incident. Een paar weken geleden nog sloeg deze auto hier over de kop. Mensen vliegen hier uit de bocht. Dan heb je ook nog het nadeel dat er achter een fietspad is. Hè? Dus jouw angst is... dat mijn zoon ooit een keer wordt aangereden door een auto die over de, door de bocht heen vliegt. Nou, ik heb wel eens een brief geschreven naar de provincie om te vragen van als ze willen kijken van hoe of wat. Misschien snelheid omlaag, misschien een bocht veranderen. Ja, dan moet gewoon iets gebeuren natuurlijk. Ja, en of er iets aan de weg gaat gebeuren is nog niet duidelijk. De provincie kon vandaag niet reageren. Door het Dahlia Corso in Lichtenvoorde ging afgelopen voorjaar al een streep. Net als vorig jaar wordt er gekozen voor een alternatieve kunstobjectenroute. Waarbij bezoekers langs de verschillende Dahlia-creaties kunnen lopen. Dit jaar zijn de kunstobjecten vele malen groter van opzet. En zit er bij sommige Corso-groepen zelfs maanden werk in. Het is een bijzonder jaar voor Corso-groep Lansing-Bluimink. De Corso-groep bestaat 50 jaar en daarom wordt het dit jaar extra groot uitgepakt. Er gaan uiteindelijk meer dan 200.000 bloemen op. En dat zijn er behoorlijk wat voor een kunstobject. We hebben wel eens Corso-wagens gebouwd waar er minder op gingen. Ter ere van het 50-jarig bestaan van de Corso-groep is er zelfs een heus jubileumboek uitgebracht. Corso-bouwer Frank Knippenborg is een man van het eerste uur en is trots op de verhalen en grappige anekdotes in het boek. Corso is beleving, Corso is met elkaar feest maken. Dat zijn allemaal dingen... Ja, het is vergeven van dit soort verhalen. Ja. En voor Corso Nederland denk ik een unicum, maar voor Corso Lichtenvoorde, Lansing-Bluimink zeker. In 2019 was Lansing-Bluimink nog de laatste winnaar van het Corso met de wagen Chocolade. Helaas rijden er ook dit jaar geen Dahlia-wagens door Lichtenvoorde, maar biedt het kunstobject van 13 meter hoog toch genoeg uitdaging. Nu je geen rijdende wagens hebt, kun je ook iets buiten de kaders denken door middel van hoger te bouwen dan dat je normaal over straat, waar je normaal mee over straat kunt. Het enthousiasme en de saamhorigheid is groot bij de Corso-bouwers die na 2 jaar eindelijk weer samen iets groots kunnen neerzetten. Je kunt dit alleen maar doen met een heleboel mensen en met heel veel deskundigheden. Ja, dan ga je wat missen en dan raakt Corso ook weg. Dus als je zegt, ja belangrijk, ja voor het dorp, voor de omgeving en voor onze eigen groep. Het is wel lekker druk hier. De mensen komen allemaal weer helpen. We zijn allemaal blij dat we dit jaar toch wat groots hebben gebouwd. En we hebben er ontzettend veel zin in dit weekend. Zometeen slapeloze nachten door muggen. Dat is niet zo raar, want het stikt ervan. Vooral in Gelderland. Per liter kunnen honderden muggenlarven opgroeien tot volwassen mug. Een dodelijk ongeval vannacht in Heerde. Daar is een scooterrijder om het leven gekomen. De scooterrijder reed op het fietspad van de Kamperweg richting Wezen toen hij in de berm belandde en tegen een boom knalde. Na reanimatie is de 25-jarige man in het ziekenhuis overleden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Rustiger! Hoi! Deze hardlopers vertrokken vandaag vanaf de Ginkelse Heide voor de Airborne Freedom Trail. Lopers konden kiezen uit 18, 28 of 44 kilometer. Onderweg legden ze velen van hen een kruisje op de Airborne begraafplaats in Oosterbeek. De finish was onder de John Frostbrug. Nog nooit waren er zoveel zware plensbuien in de zomer. En dat is goed nieuws voor het grondwaterpeil. Voorlopig dan. Want het weer wordt met plensbuien en extreme droogte steeds grilliger. Als we niks doen, dan zijn volgens waterschap Rijn en IJssel overstromingen, zoals in Limburg, nog maar het begin. Als er niet snel maatregelen worden genomen, dan denkt het waterschap dat we vaker dit soort beelden gaan zien. Dan is, denk ik, Limburg nog maar een begin. En dat is niet om mensen bang te maken. Maar ik denk dat we ons echt moeten realiseren dat het klimaat drastisch aan het veranderen is. Nou, Limburg hebben we dus een enorme bui gezien in Noord-Holland. Nou, dit soort buien kunnen net zo goed hier in de Limes, in de Achterhoek, in Arnhem gaan vallen. Deze zomer waren de buien wel extreem, zag ook weerman Jordi Huurne. Ja, inderdaad. Ja, ze kwamen vaak voor. We hebben nog nooit in de zomer zoveel van die zware plensbuien gehad in het land. Vandaar ook verschillende plekken die kletsnat waren in Nederland. Daarnaast zijn er ook steeds vaker juist hele droge periodes. En als het al droog is en er valt een enorme plensbui, dan kan het water niet zo snel de grond intrekken. Dus alles stroomt weg in de sloten, in het riool, straten lopen onder. Maar de natuur heeft er heel weinig aan, want het water wordt niet goed opgenomen. Ja, zwemt maar door.
Het waterschap neemt wel allerlei maatregelen, maar volgens de dijkgraaf moet iedereen nu zijn steentje bijdragen. De markt, bedrijven kunnen wat doen en burgers kunnen uitgedaagd worden om in hun eigen, op hun eigen terrein ook wat te doen. Gebeurt dat niet, dan is de kans groot dat het te nat of te droog wordt onder onze voeten. En dat kan best, en dat hoop ik echt van ganse harte, nog een paar jaar goed gaan. Maar als wij zo'n bui die in de Eifel is gevallen 150 kilometer hoger hadden gehad en die was op ons gebied gevallen, dan was de schade ook in de Achterhoek of de Liemers niet te overzien geweest. Ja, een natte zomer was een feest voor muggen. Het valt op dat er vooral in Gelderland veel zijn. Op de redactie van Omroep Gelderland komen steeds meer berichten binnen over muggenoverlast. En daar is een verklaring voor. Nou, hier staan we bij de regenton, natuurlijk ideaal om water op te vangen, maar fantastische broedplaats voor muggen als je hem niet afdekt. Dit per liter kunnen honderden muggenlarven opgroeien tot volwassen mug. En, maar deze ziet er goed vol uit. Het heeft veel geregend, maar geen muggen. Nou, het is nu de piektijd van de mug. Meerdere generaties in het jaar gehad. Dus die populatie bouwt normaal gesproken bij voldoende water op gedurende het jaar. Heel erg opvallend is nu dat Gelderland toch eigenlijk wel behoorlijk rood erop uit ligt. Wat veel mensen aangeven veel of heel veel overlast te hebben. En dat verrast ons eigenlijk ook. Een van de mogelijke verklaringen ligt in juni. Begin juni was droog in Nederland. Maar begin juni hadden we in een groot deel van Gelderland nog flinke neerslag. En dat heeft waarschijnlijk voldoende watervoorraad gegeven voor de muggenlarven die in water zitten, om die droge periode door te komen. Maar hier lijkt het goed te gaan. Ja, zorg dat eens in de twee weken dat je het bakje gewoon, oh, lekker rotzooi in, even leeg komt, dan overleven die muggenlarven het niet. Ja, nu muggenoverlast, dat betekent houden ze buiten het huis. Zorg dat je horen hebt of 's nachts onder de klamboe gaan liggen. Het ligt niet aan de bloedgroep, het ligt waarschijnlijk aan lichaamsgeur. Maar dat is niet zo 1, 2, 3 te zeggen. Mensen zullen zelf wel weten of ze lekker gevonden worden. Grafstenen van militairen. We hebben er wel oog voor, maar de verhalen erachter die blijven vaak verborgen. Om de vaak jonge militairen die vochten voor onze vrijheid te eren, wordt er in Voorde geld ingezameld. Met als doel de militairen op de algemene begraafplaats een gezicht en verhaal te geven. 20 witte stenen met allemaal een naam, beroep, sterfdatum en leeftijd. Voor vele bezoekers aan de begraafplaats blijven deze jonge mannen verder onbekenden. Maar dat gaat veranderen. Want naast de grafstenen komt volgend jaar een standaard met een foto. Een gezicht is toch altijd iets van, en dan krijgt de naam een leven. Daar zit een heel verhaal achter die personen. En daarvan hebben we dus nu aan de hand van een vragenlijst bij de nabestaanden proberen na te komen. Goh, uit wat voor gezin kwam die? Wie waren zijn vader en moeder? Wat deden die? Maar hoe is zijn schoolleven verlopen? En had hij vrienden? Zo wilde hij voetballer worden. En had hij de baan gevonden waar hij van droomde? Dick Voet, die had de ambitie om piloot te worden. Maar over het algemeen waren jongens die dus vanwege dienstplicht op die vliegtuigen terecht zijn gekomen. Ieder afzonderlijk hun eigen ambities hadden om zich anders te ontwikkelen. Ik weet bijvoorbeeld bij één verhaal van de nabestaanden dat hij studeerde. En dat hij eigenlijk op de universiteit in de rechten verder wilde. Om deze verhalen door te vertellen en op te schrijven in een boek is geld nodig. De komende 2 maanden moet nog een flink bedrag opgehaald worden. We zitten nu op een bedrag van 2700 euro. Dus we hebben nog ruim 3000 euro nodig om ons project te kunnen realiseren. Dan tot slot nog het weer. Af en toe piepte de zon erdoor vandaag, maar het was vooral bewolkt. Wolkenvelden trekken ook vanavond en vannacht nog over Gelderland. Soms valt er lichte regen of motregen. Maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt uiteindelijk af naar 13 graden. Morgen zijn er naast wolkenvelden ook momenten met zon. In de middag is een enkele bui mogelijk, maar een groot deel van de dag blijft het droog. Het wordt 21 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Volgende week verandert er niet veel aan de temperatuur. Alleen op dinsdag is het warmer. En maandag blijft het droog. De dagen daarna is de kans op een bui groter. Tot zover het nieuws. Op onze app en site gld.nl vind je tips voor een bijzonder dagje uit. Dat is leuk voor morgen, want dan is het de laatste Open Monumentendag. Mooie avond verder.